Dinsdagmiddag 19 april heeft wethouder Jeline Spoor een herdenkingsraam voor de coronaperiode onthuld bij Amalia Zorghof van Bluissen in Asten. Voorafgaand aan de onthulling was er in de kapel van Hof van Bluissen een korte terugblik op de afgelopen periode. Zusters, bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers waren daarbij aanwezig. Mensen die in tijden van zorgen en maken, missen en niet aanraken. Laat het hart stromen, blijf sterk, blijf dromen. Mariska, dit is wel een heel bijzonder moment voor jullie. Ik vond in de kapel ook best, het raakte me. Ik denk dat we op het punt gekomen zijn dat we een hele moeilijke periode afsluiten. Corona is niet weg, maar we kunnen er beter mee leven. Dus voor ons ligt dit het moment om een blijvende herinnering aan te brengen in onze gebouwen, zodat mensen er bij stil kunnen blijven staan. Want wat er gebeurd is, is niet niks geweest. Ik kan ook even kort zeggen wat we allemaal mee hebben gemaakt. Er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Ja, er is ontzettend veel gebeurd. Wat bij mij het meest heftigste is geweest, is het moment dat de overheid had besloten dat we als verpleeghuis dicht moesten. We zijn altijd enorm gastvrij geweest en wij willen iedereen welkom heten. En dat mocht niet meer. En de eerste keer denk je van nou, 3 weken, dat overleven we wel. Maar het werd echt wel bijna 3 maanden. En daarna nog een heel tijdje, maar heel beperkt bezoek. En dat heeft erin gehakt. Dat deed emotioneel met medewerkers, maar ook met bewoners iets. We hebben overlijdens meegemaakt. We hebben zieke collega's meegemaakt. De andere kant is, heeft het ons ook wel mooie herinneringen gebracht. Ja, want er is toch nog wat gebeurd hier. Ik herinner me nog van een plexiglas. Ja, we waren de eerste in Nederland. Landelijk nieuws. Landelijk de eerste die in Nederland die een buurthuisje kreeg. Ja. Samen met Flex Hotel hebben we dat ontwikkeld. En ja, dat heeft zoveel mooie herinneringen en momenten opgeleverd. Dat mensen toch niet aan een balkon hoefde te staan, maar toch bij elkaar konden zijn, ondanks het plexiglas. Maar dat, die ontmoetingen, dat zijn wel hele dierbare herinneringen. Ja, ik heb het zelfs op een Duitse tv gezien. Ja, we zijn internationaal gegaan, het Duitse RTL, Hart van Nederland, alles is geweest. Ja, dat zijn de mooie dingen. Hè? Dat zijn de mooie dingen. Maar ook de hartverwarmende acties die jullie gevoerd hebben. Ja, we zijn door echt, wat ik in de kapel net ook zei, er was zoveel saamhorigheid in de samenleving. Als je zag hoe middenstanders in de gemeente Asten en in de gemeente Zomeren ogen hadden voor ons, voor elkaar, voor de medemens, de scholen, familie. Er is zoveel uitgedeeld en aandacht aan ons besteed. Dat was echt hartverwarmend. Ja, jullie hebben niet alleen even gevierd, even bij stilgestaan, maar ook een kunstwerk. Ja, we hebben gemeend dat we een blijvende herinnering te willen aanbrengen in ons gebouw. Omdat we denken dat over 5, 10 jaar iedereen nog weet wat dit voor iedereen gedaan heeft. We hebben nog geplaatst bij de ingang. Het zijn hartjes en daarin zijn allemaal foto's van de coronaperiode verwerkt. Met een gedicht, zodat iedereen zijn eigen gedachten bij dit raam kan hebben. Ja, en dan foto's zijn van de mensen die overleden zijn? Of ook nee, allerlei het zijn andere... allemaal foto's die ingestuurd zijn door familieleden of medewerkers die allemaal te maken hadden met corona. Dus het zijn niet per definitie mensen die overleden zijn, maar het zijn ook van mooie momenten. Fietsen met een mondkapje, de mondkapjes die aan een kapstok hangen. De mooie momenten. We vergeten het soms wel, de corona is nog steeds onder ons, maar mocht het iets gebeuren, dan zijn jullie natuurlijk heel anders ingesteld, zeg maar. Ja, we gaan niet meer dicht. We sluiten niet. We laten bezoek binnen. Dat hebben we de afgelopen 3/4 jaar eigenlijk al steeds gedaan. Natuurlijk informeren we familie wel dat we besmettingen hebben in huis, maar dan is het een keuze aan familie zelf om wel of niet te komen. En als ze komen, dan kunnen ze ook volledige bescherming van ons krijgen. Maar allemaal langzaamaan, voorzichtig, want een paar weken geleden was ik hier en toen hadden jullie nog mondkapjes, terwijl het niet meer hoefde. Nee, we doen het wel stapsgewijs, we hebben het voorzichtig gedaan. De mondkapjes is een bewuste keuze geweest om dat 14 dagen geleden los te laten. Dat is 14 dagen na de laatste boostervaccinatie voor onze mensen, zodat ze optimaal beschermd waren.
En toen hebben we de mondkapjes losgelaten.